Hoe hebben jullie dat toch voor elkaar gekregen om hier in dit mooie landelijke gebied een scoutinggebouw te realiseren? Ja, heeft het ons meer dan 5 jaar gekost. Heel veel voorbereidingen, planningen. Alle krachten bij elkaar inzetten om zo'n mooi gebouw, zo'n mooie plek in te zetten. Ja, er waren voorwaarden natuurlijk voor een gemeente, voor zo'n mooie plek. Als u ziet, die architect heeft een soort een beetje voorwaarden, waren een soort een bungalowgebouw, moet het zien, eruit zien. Dat was voorwaarde, daarom kunnen wij hier bouwen. Maar de andere was ook gewoon, omdat het een scoutingsgebouw is. Dus dat betekent, de scouting moet ook een beetje buitengebied nodig hebben. Een beetje natuur, waar kunnen zij ook activiteiten doen. Maar ook het gebied ook onderhouden en doen. En activiteiten, hè, ook als padvinders, hè, moeten gewoon het bos in en groen in. En dat is hun taak. Ja, onze vereniging bestaat ongeveer van 160 leden, maar inclusief iedereen en alle scouts en ouders en ook kleine kinderen, dus bij elkaar 160. Wij zijn lid bij niet alleen maar landelijke Nederlandse scoutvereniging, maar ook regionaal ook. Wij zijn lid, dus cursussen samen, trainingen samen, campingen samen. En dat is ook een van de doelen van onze gebouw. In de toekomst nog meer extra samenwerking tussen ons en andere scoutingverenigingen. Echte bouw is vorig jaar in juli, augustus. Maar als project bijna 5 jaar. Ja. Jullie zijn lang mee bezig geweest. En wanneer denken jullie dat je de eerste scouts kunt ontvangen? Hoop ik eind van dit jaar. Eerst als gewoon het gebouw is volgende maand, als het klaar is, daarna inrichten en ook te maken met de corona. Dus als het corona achter de rug is, en hopen we gewoon eind van dit jaar kunnen wij in en activiteiten doen. En dan kunnen jullie echt beginnen? Dan kunnen we echt beginnen, kunnen activiteiten doen en dan wordt het echt een mooi project. Niet alleen maar voor ons, maar ik denk gewoon ook voor de samenleving van Almelo. Dat biedt meer samenwerking, meer interactie tussen onze scouts en andere scouts. Maar onze jongeren en andere jongeren. Qua scoutactiviteiten, maar ook sportactiviteiten. Want onze scoutsgroep qua voetballers zijn ook lid bij KNVB. Klasse 4 of 3, weet ik. Niet precies, maar ze zijn lid van in de regionale competitie.